drie. En de laatste. Out! Yeah. Proost iedereen! Op jullie. Op jullie allemaal. En bedankt voor alles. Kijkertjes. Ja. Kijkers, streamers, iedereen. Ja. Super bedankt. Zonder jullie geen Utopia. Echt niet. Nee. Bizar hè, dat we zoveel mensen achter ons hebben geslaagd. Ook even een proost met z'n allen, ja. Jongens. Yes. Ja. Proost op een hele mooie finale proost morgen. Jullie, jongens. Echt. Ons allemaal. Maar mijn spanning kan de wijn niet meer aan, dus die ga ik nee, ik ook niet. Ik heb groene thee. Ik heb een maar. Ik heb een lekker burgeltje. Met zo'n laagje in. Ja, en eigenlijk wat ik eigenlijk wil zeggen, jongens, ik ben echt trots op jullie allemaal. Ja, ik en ik ben echt blij dat echt als een pauw dat ik met jullie in die finale mag staan. Dus daar wil ik jullie ook nog even voor bedanken. Proost. Proost. En op de winst morgen, hè, jongens. Tjaka! Laten we gewoon gaan. Jouwe. Maar eens, ik hoop dat je een beetje campagne voor mij hebt gevoerd, hè? Trusje wussie. Ja, morgen ook alle Utopianen op. Ja, leuk man. Joachim. Mijn echte zus. Utopia zus. Oh. Sanne, ik verwacht je ook morgen. Gek het. Met de Kia. Hoppatee. Ja, lalalala. Ja, gek het. Ja, dit is echt het einde. Ja. Wel, geniet nog van. Raar man. Echt fucking raar. Ja. De laatste volle dag Utopia. Ja? Hier was het, hier eindigt het. Morgen is nog niet van de laatste uurtjes. Maar niet alleen, met z'n vijven, met familie, achterban, fans. Ja. Ja. Het en dat ook een te gekke finale, jongens. Vergeet dat niet. Dat die mensen er allemaal mogen zijn. Dat is een echt bof komt aan. Het een te gek feest. Ja. Maar eerlijk, ik blijf gewoon hier hoor. Ik blijf gewoon hier. Ja. Blijf jij lekker hier? Je hebt een sanitair gebouw, je hebt een silo. Liggen, toch? Oh, daar, dat is het beste plekje, daar kan je lekker verstoppen. Heb je nog dat bak? Utopia, ja hoor. Ja, ik hè? Stream je op? Ik heb niks te doen. Hij gaat elke dag met je telefoon zo zitten. Ja hoor. Ik wou gewoon mijn eigen Utopia. Maar dan mag je niet je telefoon uitzetten. Oké, thee en een wijn. Mag je alleen maar zo doen? Ja, is goed. Oké, klaar. Ja, ik ga het ook echt missen. Maar ik ben echt zo blij dat ik hier met jullie tot het einde gewoon... Ja, is echt gaaf, man. Ik ben heel blij dat ik de eerste en de laatste dag mag meemaken. Dat maakt me echt gelukkig. Ik had niet durven dromen. Nee. Had je ook niet verwacht op het moment dat je de poort binnenloopt. Althans, ik had dat nooit verwacht dat ik bij het einde van Utopia 2 zou zijn. Nee, we waren net begonnen. Ik zou watertje, ja, daar staat de filter. Ik heb mijn kist ingepakt op 4 dagen. Dacht jij? Ik had mijn kist gepakt op zomerkleding. Ja. Dat was dom. Dat kon ook niet echt anders, hè. Zoveel ruimte hadden we niet meer. Slaapzakkie. Zeil. Autozeiltje. Blauw zeil, ja. Ja. Och, jongens. Moest kijken wat er eigenlijk allemaal veranderd is in die tijd. Het is ongelooflijk. Het is echt... Mogen we trots op zijn. Het is echt insane. Wat een sociaal experiment. Ik kan nooit meer meemaken, dit. Nee. Zoiets als dit. En niemand meer, hè? Niemand. En dat vind ik wel gaaf. Ja. Wij hebben dit mogen meemaken. Ja. En zo zien, hebben we allemaal groot praat. Oh, we zijn de enige, de laatste. Ik weet niet, Billy morgen. Utopia 3! Dat wij echt zitten. Huh? Kunnen we ons aanmelden? Jij loopt gelijk mee. Ik ga gelijk... Nee. Ik heb wat met dit soort dingen. Dit is zo'n mooie ervaring. Ik denk, als je mijn tweede keer zou doen, dat zou de eerste ervaring te niet doen. Ga dat ook vergelijken met elkaar. Ja, en dat moet je niet doen. Ja, dat hoorde je bij Jesse ook heel vaak, toch? Ja, maar in één. Deze ervaring is zo uniek en mooi. Ja. Echt een heel gaaf avontuur. En zelfs met een boek. Vaak is het tweede boek. Nee. Ja. Maar het eerste boek zou ik mooist. Ik ben denk ik ook echt nog nooit in mijn leven zo trots op mezelf geweest als vandaag de dag. Echt nog nooit gewoon. Gekke. Ja, echt nog nooit ben ik zo trots geweest. Nou, toen ik een kleuter was en ik had mijn VET-strikdiploma, voelde ik me best wel trots. Heel eerlijk, ik heb de juffrouw 10 keer gevraagd. Mag ik mijn diploma? Mag ik mijn diploma? Nou, als ik klaar ben voor school. En dan ging ik naar de juffrouw. Ja, dat heb ik me echt heel trots gevoeld. Ja, insane is dat. Wat dit programma eigenlijk brengt. Iedereen heeft een bepaalde persoonlijke groei meegemaakt hier. Ieder op zijn eigen manier. En dat is echt insane. En je merkt het in eerste instantie helemaal niet. Hè? Je doorloopt dat proces.
En je hebt er geen weet van wat je allemaal leert. En uiteindelijk denk ik dat we zo meteen allemaal appen. En zeggen van, god, jezus, ik ben wel heel anders geworden. Of mijn vriendinnen zeggen dit en dit. Ja. Oh, jongens, het heeft echt veel veranderd. En laat het positief in je voordeel werken. Voor de rest van je leven. Hè? Dit, ja. Dit is echt 1,5 jaar geweest waarin je gewoon voor de rest van je leven bent veranderd. Ja. En jezelf hebt ontwikkeld. En in een sneltreinvaart. Ja, sneltreinvaart, ja. Zo snel dat je het niet eens door had eigenlijk. Maar ik weet wel dat ik mezelf laat oppakken. Dat, nee. Wat vastzitten. Als ik nu vast zou zitten. Dat lijkt me stom, hè. Dat je hier buiten komt en een week later wordt Brennan zit in de gevangenis voor 2-3 jaar. Oh. Nou, dan word ik knettergek. Nou, maar dat is een nieuwe... Ik moet ook wel 1 ding zeggen. Dat is ook wel wat ik het echt... Wat ook de grootste uitdaging voor mij was... om op zo'n lange tijd op één en dezelfde plek te zitten. Dat was voor mij echt een complete uitdaging. Ja. Ik heb het van genoten, maar het was wel een uitdaging. Ja. En ik denk, meeste van ons ook wel onderschat. Ja. Ja. Och, jongen. Dan merk je opeens... Maar je kan je hier niet op voorbereiden. Je kan nog binnenkomen. Nee. Ik heb me perfect voorbereid. Kan niet. 1 hectare. Niks. Loop ik makkelijk elke dag. Nee. Je hebt geen idee als je hier binnen staat. Nee. En dat zeg, ik ook elke rondleider. Die zegt van, jongens... Hè, heel veel mensen komen naar me toe op de markt. Van, ja, als ik had gezeten, had ik dit gedaan. Dit gedaan. En dan laten we heel eerlijk zijn. Je kan het heel makkelijk zeggen vanaf de bank lekker thuis. Met een chippy en een ditje en een datje. Nee, maar als je hier zit, zorg er maar voor dat jouw visie of jouw mening wordt gesteund, om zo maar te zeggen. En dat je het dan maar fixt. En ga jezelf maar staan hier te houden. En je loopt hier 1000 keer per uur soms wel tegen de lamp aan. Nou, ga dan maar weer erbovenop komen. Op hetzelfde stukje straat. Op hetzelfde stukje straat. En daar is die weer die muur op. En dan ga je daar is ook de muur. En daar. En dan begin je weer opnieuw. Dat is maar voor weinig mensen weggelegd, hoor, jongens. Dan moet je echt sterk in je schoenen staan. Maar dat... Daar ben ik nog het meeste trots op. Dat ik het ook gewoon een soort van overleefd heb. Ja, tuurlijk. Ik hou het echt niet lang vol. En ik word hartstikke ongelukkig. En... Dat is toch gaaf, man. We moeten allemaal mega trots zijn op onszelf. Ja. Kun je het toch zeggen? Dit is een mooi begin, hè? En laten we het alsjeblieft buiten doorpakken. Ja. Doe gewoon lekker de dingen waar je hiervoor hebt gestaan. En zorg ervoor dat het gaat lukken. En dan is het utopia is geslaagd, maar daarna ook. Dat is echt fucking belangrijk, jongens. Ja.